Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Watch Dogs 2. Wij gaan deze FBI schuilplaats infiltreren om Wrench zijn masker terug te halen. In de vorige part hebben we een Wrench face reveal gezien. En dat was allemaal niet zo heel spannend om eerlijk te zijn. Maar we zijn er. Yep. Ergens. Er zijn meerdere locaties zo het schijnt. Oh nee, we moeten de FBI data downloaden en zijn masker fixen. Dus... we gaan twee slimme dingen doen. Want Wrench zonder dat masker is gewoon geen Wrench. Simpel zat. Nou moeten we alleen nog even kijken of we bij die laser kunnen komen. En dan wil ik dit ding gebruiken om naar bovenop te kunnen komen. Ik kan hier alvast in gaan zitten. Dat is het probleem niet. Dan hebben we alleen die lasers nog. Maar die lasers moet ik uit kunnen doen. Normaal. Oké, dus dat werkt. Dan moeten we heel snel gas geven. Gas. Boom. Perfect. Ik weet niet hoe lang... Kijk, de lasers die zitten buiten dat. Ja, oké. Dus ik heb wat ruimte om te bewegen. Niet heel veel ruimte. Oké. Zo. Dan pakken we even de RC drone. En dan gaan we hier overheen, dat wil net. Daar hebben we het masker van Wrench. Oké, we hebben het overleefd. De drone heeft het overleefd, die duurt niet. Ik kan hem nog wijken voor zijn key. En... er overheen. Oh yeah. Oh ja, kut. Eens even kijken. Waar de fuck is dat ding, daar ginds. Oké, gas. Come on, snel voordat iemand me ziet. Er zijn allerlei mensen in paniek. Wij zijn nog niet gespot. Dus dat is goed nieuws. Oh, kut. Nee, kutzooi. Reek tegen die duurt aan. What the fuck is iedereen in paniek, joh? Wat is er allemaal aan de hand? Wat gebeurt er allemaal? Hey, ik zit hier prima. We moeten alleen even wachten totdat de drone weer gereset is. Dan kan ik naar binnen rijden. Ik knalde net tegen zijn fucking voet aan. Anders hadden we het gewoon gehaald. Kutzooi. Allright, ik heb de drone weer. Er staat een dude daadwerkelijk naast mijn fucking hoogwerker. En die klinkt niet al te vriendelijk. Dus daar ben ik niet zo heel blij mee, maar... volgens mij was hier ook nog een gat, toch? Voor die ding. Ja, oké. Dus dan kunnen we er nu mooi bij. Drie keer rachen was dat ding daar. Oh, L1. Mag ook. Dat had ik ook op een afstand kunnen doen, for fuck's sakes. Oh, we zitten ook nog binnen range. We hebben helemaal geluk dat we daar binnen range zitten op dat karretje. Dat is helemaal ideaal. Oké, deze kan er wel weg, want we zijn gegevens aan het ophalen. Zolang niemand mij ziet, is het echt helemaal perfect. Maar hij kan niet naar boven klimmen. Want hij is helemaal in paniek. Maar hij kan niet naar boven klimmen, dus ik kan gewoon wegreizen meteen met een karretje. Dit is ideaal. Dit is gewoon geweldig. Awesome. En we zijn verdwenen. Sending you their stuff now. Oh man. It's not just us. They've got stuff on all the hacker gangs here. That's their plan. Hij verlaat de FBI schuilplaats. Het gaat een beetje moeilijk met Pietertje hier naast mij, maar. En daar hebben we ook nog iemand. Oh. Het boeit hem opeens niet meer. Was het probleem? Ik hoef eens een fucking kerstmuziekje binnen. Oké. Gaat zij nu moeilijk lopen doen? Nee, toch? Oh, for fuck's sake. Nu gaat zij moeilijk lopen doen. Nou ja, fuck it. Oké. Tuut, de ballen. Ik ga gewoon die laser heen. Zoek het allemaal lekker uit. Au. Ik word beschoten. Gas met het ding. Dat hek open. Gas. Oké, helemaal perfect. Doei. De ballen, bedankt. Sniper. Instap in mijn auto. In mijn geweldig mooie, opvallende auto. En weg hier. Heel snel weg. Come on. Vol gas.
Mooi. Snel ontsnapt. Oh yeah. Nou alleen nog even die wanted level wegkrijgen en dan weer een telefoontje aanhoren. Wrench, stay put. I'm coming to return your stuff. Hey, snel naar Wrench toe om zijn masker terug te geven. Die jongen zal zich gewoon helemaal naakt voelen. Hey, we zijn bij Wrench. Laten we zijn masker teruggeven. I'm sorry you had to go through that, man. You know all that shit that Dearson said? I would never turn on you. He's just trying to tear us apart. I'm not gonna let him do that. Look, he's got the FBI on speed dial and he's gonna come after us hard, so I need all of you. We can't do this without each other. We won't. Thanks, Marcus. The FBI has been coercing hackers into providing them with hacking software for their own use. FBI uses this software to bypass the legal system and gain access to your private data with no oversight or warning. The FBI also illegally detained a DedSec member in an attempt to coerce us into working for them as well. To the FBI, we do not live in a police state. You are not the secret police. And the Constitution does not exist at your whim. We've exposed your plot to force hackers to help you. DedSec will continue to watch you for the sake of every free American. DedSec has given you the truth. Do what you will. Ray, my man. Marcus, you guys have been kicking ass up and down this city, man. Woo. I'm not one for mushy shit, but... I appreciate it, really. I'm hanging out on the coast. Come meet me when you're ready for the biggest job yet, baby. Hack de wereld. Klinkt heel erg interessant. We gaan gelijk naar T-Bone toe. Wait for it. Wait for what? Well, I was hoping for some kind of dramatic reveal, but my time is... It's a Galileo rocket, so what, man? Yeah, well, that there Galileo rocket is number 4. The satellites they're carrying... Oh, Blim. Oh, shit. Yeah. It's just got interesting. Mm-hmm. Those satellites are putting a lot of data out of our reach. This is next level shit, my friend. You've been waiting for your chance to hit Blim. Oh, well, yeah, now we can hit him fucking hard. You're thinking about putting a little something-something on the next satellite launch and piggybacking into orbit? Uh-huh. You a crazy motherfucker, man. I'm out of this world, baby. Oh, shit. You drive. Yeah. Dat klinkt fucking ziek. En is verdomme slim. Want je kunt inderdaad moeilijk die satellieten gaan hacken. Maar ja, waar moeten we Ray afzetten bij de hackerspace? Dat is even een eindje rijden. Drop me off at the hackerspace. I'll look through our intel on Galileo and talk you through the building. If this works, we'll have a Martian's eye view of Blum's server farm and all the sweet, juicy data contained therein. A big company like Blum must have server farms across the country. Well, with any luck, we'll key into one farm and use it to find the others. We've been trying so long to keep up with Silicon Valley, I want DedSec to be on the same playing field. For everything we've done, we still don't know exactly what Dushan's up to. You think we'll find dick pics? Have you been listening in our convo, Sitar? If we get a hold of a Dushan dick pic, we have the ultimate leverage. Yeah, especially if it's small or warty. Guys,
And knowing him, his dick probably has its own fucking man bun on it. Dude. Hipster dick. I like. Hi, I'm Hipster Dick. I only wear skinny condoms. Yeah, I wasn't circumcised before it was cool. Oh, I'm surrounded by children. All right, guys. That's enough. We've upset Pops over here. Dat was wel fucking geniaal. Then you call when you get to Galilee. They'll have a satellite waiting for you. Me and one of your magic clipper chips. Magic, yes. Clipper chip? Go fuck yourself. Ever think you'd make it this far? Honestly, I never thought this far was possible. We zijn bijna bij de hackerspace. Zetten wij T-Bone af en dan gaan we naar Galilee om onze eigen raket te veroveren zo'n beetje. Oké, done. Nu op weg naar Galilee. Ray, man, I gotta tell you. I used to be a sucker for rockets. They were my jam growing up. Don't get too excited, Pee-wee. I've heard of the measures Galilee goes to protect their intellectual property. Hmm? One wrong move and you'll be in a whole world of trouble. We've been in a world of trouble for a while now. So break down what I got to do at Galilee. Hold on to your habaneros. I'm downloading a schematic of the building. Just let me know when you get there. Yo, Marcus. Want me to sing you a driving song? Well, I do have a radio wrench. Thanks anyways. Yo, Tebow. Want me to sing you a hacking song? Drive faster, Marcus. Ik zal mijn best doen, T-Bone. Ik zal mijn best doen, zo snel mogelijk bij Galilea te zijn. Ik zie jullie daar wel weer. Allright, dan zijn we dan bij het gebouw van Galilee. Dat ding is echt huge. Het is echt een belachelijk groot gebouw. Het ziet er ook wel heel erg vet uit. Ook wel een beetje space-achtig. Dus ik heb dat wel goed gedaan. Maar we gaan hier even door de bosje heen trouwens. Werkt dat? Dat werkt perfect. Ik stap wel uit. Het is een goed game. We gaan gewoon naar de voordeur toe. Kijken of we binnen kunnen komen. Ik heb geen idee. Op een gegeven moment zou je toch verwachten dat er overal wel extra guards zijn die op ons letten. Hi, T-Bone, I'm here. I got the building layout in front of me, but I'm blind over here. I can patch you in through the surveillance system. There's a little checkpoint leading to the building. The CCTV network runs through there. I'll see what I can do. Alright, aangezien ik een melding krijg over de quadcopter, neem ik aan dat dit op het hele gebouw gaat zijn. En dat was goed gedacht. Zullen we kijken waar begint al het plezier? Daar. Oké, dan draaien we die alvast zo om. En dan die op die manier. Bam. Dat is allemaal nog niet zo moeilijk. En dan moeten we even kijken wat we hier moeten doen. Eerst die andere. Dan kunnen we die unlocken. En dan kunnen wij die pakken. Die zo mooi als thee pakken. En die andersom. Zeg ik dat goed? Nope, volgens mij niet. Nee, die moet op deze manier. Kijk. We komen er wel, langzaam maar zeker. Als stuurt T-Bone. Het is goed dus het is te ontgrendeld. Bijna. Oh, ik moet dat handmatig doen, natuurlijk. See, it's a miracle, Marcus. Excellent. You got my back now? I got your back, your fourth, and your side to side, bro. Dope. Oké, we zijn nu hier binnen. Ik weet niet wat we hier kunnen doen. Volgens mij niks. Nope. Oké, we gaan via de voordeur. Galilee. From here, you want to get to the clean room. It's environmentally controlled, full of sensitive equipment, so try not to leave any prints. What's in the clean room? The chip I gave you is no good without a Mobo. If I'm reading this brief correctly, the kind we're looking for are stored there. Oké, we moeten dus daar naartoe. Oh my god. Kunnen we naar boven? Want dat ziet er echt uit als een trap. En er is wel een soort balkon. Dus ik weet niet als die meneer daar moeilijk gaat doen. Lijkt op van niet. Oeh. Oké, het werkt. Het werkt, we zijn binnen.
Gooi deze deur open. Oh god. Het is hier huge. Oh baby! Keep it in your pants, Marcus. They've got the whole place locked down with trip lasers and guys with guns. Aha. Het zal zeker niet heel makkelijk zijn hier. Maar als het goed is, komt er niemand in onze rug. Daar ga ik tenminste van uit. Dus kunnen wij hier wat vrijer rondkijken. Zonder al te veel gekloot. 55 meter die kant op. Oh, pokkeind. En daar willen we dus naar binnen. Want dan kunnen we met de trap omhoog. Dat is het hele idee. Dan kunnen we hier tussendoor knorren. Ik weet niet wat dat doet. Dan kunnen we gewoon hier. Oké, okay, dat is nog niet zo speciaal. We kunnen hier een ding hacken. Audiobestand. Oké, okay, nou dat was die mevrouw. Daar beneden hebben we meneer Robot. Kut. Die robot heeft me gevonden. Oké, okay, er zijn wat mensen in paniek. Meneer Robot die kan mij niet wat doen, dus dat scheelt. En ik moet nog steeds daar iets of iemand hacken. Het is hier druk. Dat is één ding wat gezegd kan worden. Hopelijk wordt Marcus nou niet gespot. Dat zou lullig zijn. Vol gasten tussendoor. Njong. Hekje openen. Nee. Oeh, dat was net op tijd. Niemand ziet mij. Oké, we hebben de toegangssleutel. Phew. Oh, vanaf hier konden we misschien ook helemaal naar boven. Niet eraf flikkeren, jongen, kutting. Ik wil even kijken wat ik hier nog kan doen. Niks. Ah, ik moet er wel dingen kunnen doen, denk ik. Nee, ik kan hier gewoon opstaan. Ook leuk. Ik weet niet wie mij ziet momenteel, maar... waar zit dat weer op? Dat zit weer op een ander systeem. Jesus Christ, wat is die vol met zooi. Oeh, ik kan hier wel dingen doen trouwens. Ik kan die container bewegen. Like your new toy. Man, I keep forgetting you're watching me. Creepy. I'm watching you and those guards lurking on the ground floor. A hoist could help you avoid them. Daar zit inderdaad wat in. Ik zit even te kijken hoe ik daar makkelijkst binnen kan komen. Ik denk inderdaad via die container. En dan daar naar beneden gaan. Ik denk dat dat de beste manier is. En voor de rest kan ik daar eventueel wat gaan hacken. Met die drone nog. Maar ik zou eerst zorgen... Aangezien wij nu deze deur kunnen openen met de trap. Oh, verkeerde kant op. Sorry. Dat we via hier de container op kunnen klimmen. Dat ziet verder toch niemand. En dan zijn we tenminste een beetje uit zicht. Dus dat lijkt mij tenminste een goed plan. Dan zal ik nog even kijken met de drone. Want niemand let daar meer op momenteel. Zal ik even kijken of ik daarmee... Oh god. Oké, dat komt nog wel goed. Ah, help. Maar zou ik kijken of ik daarmee dat ding kan hacken. Zodat ik wat meer toegang heb tot andere zooi. We hebben hier dus een robotje en zo'n andere deur. Op zich gaat het nog goed. Dat die drone gespot wordt, dat boeit niet zo heel veel naar mijn mening. Volgas. Dat blijft zo cool. Oh, you got to be kidding me, buiten bereik. Come on. 5 seconden. Snel binnen bereik. Hack dat ding, snel binnen bereik. Is het gelukt? Het is wel gelukt. Nice. Oké, dat is goed nieuws. Oh, fuck trouwens. Er staat nou ook nog een andere dude hier beneden. Daar hebben we geluk mee gehad. Oké. Gaan we hier move naar boven. Maar we hebben dus nog extra dingen gehackt. Ik weet niet wat het oplevert. Maar het is altijd fijn om extra toegang te hebben. Lijkt mij. En we kunnen nu sowieso bij die kraan. En met die container en die kraan zomaar moeten we bij dat moederbord kunnen komen. Lijkt mij. En dan pakken we het nog stealth aan ook. Want ik zit niet te wachten op een gevecht hier binnen. Want dit is al een beetje extreem met het volk. Nou, daar hebben we weer zo'n bullshit gelul. Dat kan me niet zo heel veel boeien. Nothing to report. Aha.
Kalm aan, Marcus. Niet eraf flikkeren, jochie. Kunnen we daar iets doen bij die belachelijke Amerikaanse vlag? Nee. Maar dit is wel vet, jongen. Dan snap ik ook waarom dat gebouw zo belachelijk lomp is. Als je dit er allemaal in moet storen, die raketten en eigenlijk. Op die manier ook. Dan is dat wel vrij logisch eigenlijk. Oké, dus deze gooien we helemaal naar links. En dan waren hier lasers. Heb ik gezien. Niet te hard. Nog ietsje lager. Ik wil niet gespot worden natuurlijk, hè. Oké, dit moet goed zijn. Kunnen we overspringen? Ja. Oh, kut. Ik heb nog niet overal toegang. Hoe krijgen we toegang tot daar binnen? Kan iemand mij hier zien? Nee, want die container zit voor. Oké, dat is goed nieuws. Hoe komen wij daar binnen? Oh, wacht. Daar misschien. Ik kan deze... Oh, daar, wacht. Ik zie het al. Die lasers uit. Ook al merkt volgens mij... Merken ze dat. Dus moeten we heel snel zijn met de drone. Want volgens mij komt er zo meteen... Alarm trips, bla 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 bullshit. Dus dit snel hacken. Sorry, buddy. This is a hands-on operation. Your hands. Aha, moet ik misschien zelf ook gaan meemoven? Zijn die lasers... Oh, we zitten er al. Oké, niemand over het alarm deze keer? Dat was de vorige keer het probleem. Well done. Now let's see, where do they keep the mobiles in there? Hier, in dit ding. It's cool, I got this. T-Bone, die vindt dit ook wel mooi. Hij zit zo aandachtig mee te kijken met alles. Hoe gaan we dit ding aanpassen? Marcus weet wel wat hij doet, moet ik zeggen. Ik zou het niet kunnen. Het ziet er heel wat anders uit dan een hackerspace kadot. En nu nemen we het moederbord mee. Ja, installeer het moederbord. Oh, dat is geen enkel probleem. Ding. Fries are done. The RC is not going to be able to hold on to the board. Damn, if only we had somebody there with working hands. Touché. Dat is een goede opmerking van T-Bone. Maar wij zitten weer op die kraan, dus dat boeit niet. We komen er gewoon uit. Dit is perfect, jongen. Met die container is echt perfect. We komen gewoon uit waar we moeten zijn. Geen gekloot. You know, my dad took me to the Air and Space Museum when I was like 10 years old. That was nothing compared to this. Rockets and dinosaurs, man. I mean, you never outgrow them, right? Dit is echt perfect. Er is ook geen enkele kaart in de buurt. We hebben het echt goed aangepakt. Ik ben zo blij. Zo fucking blij. Alright, where's the funny bone at? Don't forget the water on the knee. Hey Ray, you think I can officially put rocket scientist on my resume now? What do I look like? A career counselor? Nice. Nice, nice, nice. En nu? Ontsnappen? Done. Ja, beautiful. Now get out of there. Oké, prima. Via dezelfde weg? Als we het echt gewoon via dezelfde weg doen, dan zijn we niet gespot. Ja, alleen die drone. Maar wij zelf niet. Dus dat is fucking awesome. Ik ben heel gewoon trots op mezelf. Dat is nog niet eerder gelukt. Dus ik ben best wel blij met dat. En dan gaan we hier weer... Oh, die ene dude is echt gewoon dood. Ik heb die gekild met die container. Oeps. Oké, die andere dude is ook hier beneden. Dus dat is perfect. En dan springen wij... Oh, alhoewel, dus ik zeg wel dat het perfect is. Maar ik weet niet waar die precies naartoe kijkt. Oh, waar kunnen we hier niet overheen, denk ik? Kunnen we hier overheen? Nope. Oké, dan moeten we er daar af springen. Gewoon recht voor zijn neus. Dat is wat minder, maar dan ben je uit. Oh, niemand heeft gezien. Klaar. We did it. We fucking did it. Hallo, robot. Die maar ook niks doet. Ze hebben hier zelfs een shop. Ah, stik die shop van je in je reet. Oh, we zijn gewoon
zonder gekloot buiten. Ik ben zo blij. Echt zo blij. En we stappen mooi in deze auto die ik gewoon kan jatten zonder gekloot. Life is good. Hacker life is good in dit geval. And that, kids, is how you bug a satellite. I've got a sack full of cookies waiting here for you. It'll be a while before the rocket's ready to launch. We'll call you when it's time. Until then, go buy yourself something pretty. But or don't. I mean, I don't really care what you do. Yes, there are no cookies. God damn it, Wrench. Ik heb me net nou zo verheugd op koekjes. Klote, joh. het is echt geweldig hoe ze met elkaar... Oh, sorry Prius. Maar het is echt geweldig hoe ze met elkaar omgaan. Ik vind dat echt super goed gedaan in deze game. Dat maakt het zoveel leuker ook. Maar ja, nu is het dus wachten totdat de raket de lucht in gaat. En ik neem aan dat dat zo wel komt. Dat we zo'n belletje krijgen gelijk. Aangezien er verder niks meer te doen is. Ik heb ook geen sidequest. Helemaal niks meer. De enige missie die ik nu nog heb is Bloom uitschakelen. En daarvoor moeten we meer volgers hebben. Dus dat wordt hem dan niet in deze part. Dus dan gaan we verder in de volgende part. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond in ieder geval. Als je het leuk vond, vergeet zeker niet even te liken. En hoop ik weer te zien in de volgende part. Laters!